Hallo dames en heren, welkom bij Doe Maar Minecraft op het kanaal Doe Maar Gamen. Dit wordt een zeer speciale aflevering, want in deze aflevering heb ik voor het eerst facecam terwijl ik Minecraft speel. En in deze aflevering heb ik een nieuw texture pack. En dit texture pack is jail texture pack, wat inhoudt gevangenis texture pack. Dus alles is in de trant van gevangenis. En jullie weten dat ik in DMG Kingdom een gevangenis heb gemaakt. Maar toen ik die gevangenis had gemaakt, had ik het texture pack van gevangenis nog niet. Dus we gaan kijken hoe het gevangenis eruit ziet met dit texture pack. Ik heb zelf geen flauw idee, ik heb het net gedownload, geïnstalleerd, erin geplakt. En ik weet alleen dat het zwaard er zo uitziet. Nou, als eerst gaan we even wat nieuwe gebouwen bekijken. Want ik had wiskunde en met wiskunde ga ik Minecraft doen en al die shit. Holy fuck! Oké, dit is mijn Dutch building, wat inhoudt gewoon een Nederlands gebouw. Is helemaal met de Nederlandse vlag. Is het helemaal vet gemaakt en helemaal gepimpt. Nou, best awesome. Helemaal in prison, in jailpack. Zo, even de binnenkant bekijken. Wow. Oké, dat is best vet. Vooral die strepen, dat is echt wow. Als je daar te lang in blijft kijken, dan word je een beetje wow, een beetje psychisch. Ja, helemaal top. Best wel een mooi texture pack tot nu toe. Maar wat willen we? We willen natuurlijk de gevangenis zien. Hoe zou de gevangenis er nou uitzien? Maar eerst de vuurtoren. Ja, inderdaad, ik heb een vuurtoren gebouwd in de tussentijd. Dat ik met wiskunde bezig moest zijn. En in de vuurtoren zijn honden verboden en de entree kost 4 euro. Nou, wop, daar was de entree. Die heb ik net betaald. En oké, laten we eens even kijken. We kunnen hier helemaal naar boven en dan kun je daar ook weer naar boven. Kijk, je kunt hier naar boven en dan kun je daar naar boven en dan kun je helemaal en naar boven en dat is helemaal mooi. Oké, hier kun je dus naar boven en uiteindelijk als je helemaal boven bent dan zie je een soort van, wat is het, een kamertje vol met glowstone. Wat een vuurtoren moet natuurlijk licht geven, want daarvoor is een vuurtoren. Dan weet je, ik vlieg er nu even naartoe, anders is het zo... Oké, dit is dus een glowstone, dit. Want normaal zou glowstone er ook heel anders uitzien, maar ja, nu is dit dus glowstone. Ik vind het zwaard eigenlijk echt super stijlvol. Oké, fucked up. Laten we nu de gevangenis gaan bekijken. Want ja, hoe zou de gevangenis eigenlijk uitzien in gevangenisstijl? Want we hadden gewoon Minecraft-stijl, dan hadden we een gevangenis gebouwd met blokken die bij de normale Minecraft-pack gewoon op gevangenisblokken leken. Dus hoe zouden ze eruit zien met echte blokken? Waar is mijn gevangenis? Hier is mijn gevangenis! Holy shit, dat is best een grote gevangenis. Tot nu toe ziet de bovenkant er best vet uit. Hij is normaal van glowstone en nu is hij dus van... ook nog steeds van glowstone. Hoe zou de bewaker eruit zien? Of de villager? Hetzelfde? Oké, de villagers... Holy shit, zitten er... Oké, de villagers zien er hetzelfde uit. En even kijken, bewaker. De bewaker ook, dus dat is hetzelfde. Maar nou, dit is dus de gevangenis. En in de gevangenis kun je zeg maar naar binnen. Zo, dan ga je zo naar binnen. En dan heb je hier... dit is normaal bedrock. En dat is nu eigenlijk best wel heel vet. Nou, hier kun je zeg maar een soort van inchecken als je wat hebt gedaan. Dan kun je via deze deur, kom je uiteindelijk in de gevangeniszaal. Waar je dan zeg maar, wow, het is eigenlijk best wel vet. En nu ben ik heel benieuwd hoe de cellen eruit zien. En de cellen zien eruit. Wow. Yeah, dat is vet. Dat is echt. Ja, dat vind ik echt vet. En dit is dat kamertje waar je in gaat als je helemaal gek wilt worden, weet je wel. Hè? Ja. En dit is de doodstof. Ja. Ik vind het een vet texture pack, jongens. Ik meen het. Ik vind het echt super, mega, mega duper, super duper vet. Super duper. Nee, het is gewoon echt fucking vet. Ik vind het echt chill. Mooi. Het is mooi. Even kijken. Wat hebben we hier? Ja, hier is de vuurtoren die ik gisteren heb gemaakt. Dutch building die ik gisteren heb gemaakt. Het hele gebouw heb ik in 1 uurtje gemaakt. Nou, respect. Kom op, jongens. Daar wil ik wat respect voor. Dat duurde namelijk eigenlijk best wel lang normaal. Ik ga even kijken of er wat te eten is bij de Mac. Laten we dat eens gaan doen. Wie heeft die fucking deur opengelaten? Wow. Er zijn nog helemaal geen stoelen, niks in de Mac. Maar ik ga er even wat villagers in spannen. Dit is dus het bed. Wat ik eigenlijk best wel heel erg vet vind. Ik vind het een vet bed. Super. Ja, dat was het eigenlijk wel weer. Ik wil jullie eigenlijk gewoon even mijn nieuwe vuurtoren laten zien. Mijn Dutch building, zoals ik het noem. Hij heet zeg maar de Dutch building. Dat is dit en dit is... de vuurtoren. En ik wil jullie even mijn nieuwe texture pack showen. Nou, ik hoop dat jullie dit texture pack leuk vonden. Schrijf een reactie of ik vaker met facecam moet opnemen. Of dat ik het gewoon zonder facecam moet doen. In elk geval, mijn vreselijk bedankt voor het kijken. Het was niet een al te lange aflevering. Maar vandaag natuurlijk weer een nieuwe aflevering. En dan ga ik survivalen met prison pack. Of misschien wel een andere pack. Ik weet het niet. In elk geval, mijn vreselijk bedankt voor het kijken. En check jullie later.